Hey allemaal, ik ben Vicky Vermeijren en in deze video wil ik jullie graag tips geven over hoe je inactieve klanten terug kan winnen. This is the boost for your business, your beauty business boost. Het is algemeen geweten dat het meer tijd en geld kost om nieuwe klanten aan te trekken dan om bestaande klanten te behouden. Maar soms gebeurt het al eens dat er een aantal klanten zijn die al een tijd niet meer geweest zijn. En dat type klant noemen we een inactieve of een slapende klant. En het is belangrijk om op regelmatige basis die slapende klanten eens terug wakker te schudden. En daar wil ik jou in deze video een aantal tips over geven. Als eerste ga je er moeten achterkomen waarom bepaalde klanten niet meer bij jou een afspraak boeken. En er kunnen verschillende redenen voor zijn, maar het is belangrijk om die eerst te achterhalen, zodat je daar een oplossing voor kan vinden. Weet ook dat klantenbinding niet een en al marketing is. Klanten hebben uiteindelijk wel een reden nodig om bij jou over de vloer te komen. En die reden is al heel vaak kwaliteit. Dus zorg er eerst en vooral voor dat de kwaliteit en de beleving in jouw salon goed zit. En pas dan kan je verder om in marketing dan je klanten opnieuw aan jou te gaan binden. Wat je dan kan doen om je slapende klanten wakker te schudden, is hen een mailtje of een kaartje sturen. Zorg er daarbij voor dat je huisstijl goed te herkennen is. Dat zorgt direct voor een soort van herkenbaarheid bij je klant. En hoe persoonlijker je bent in die mail of dat kaartje, hoe meer succes je uiteindelijk zal hebben. Zorg er ten laatste voor dat je iets van urgentie overbrengt. Bijvoorbeeld door een tijdelijke aanbieding te doen of door ze uit te nodigen voor een evenement. Als laatste neem je zo een win-back campagne regelmatig op in je marketingactieplan. Bijvoorbeeld 2 à 3 keer per jaar. Verder raad ik het zeker aan om te werken met een goed klantensysteem, waarbij je eigenlijk direct met een aantal klikken je klanten eruit kan filteren die al een aantal maanden niet meer bij jou zijn geweest. En op die manier kan je toch al een heel deel van dit proces gaan automatiseren. Zo, dit waren mijn tips om slapende klanten terug wakker te schudden. Voor meer info, surf naar vickyvermeijren.be. Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief wanneer je op de hoogte wil blijven van mijn laatste tips en tricks. En ik wil jou alvast hartelijk bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag terug in de volgende video. Dag!